Ik ben Orlando, Orlando Martens. En ik ben eigenaar van McDaddy. De eerste editie van de Blockparty, hoe ging het? De eerste editie van de Blockparty ging verrassend goed. We hadden veel voorbereiding getroffen hiervoor. Het weer speelde niet echt goed mee, heel eerlijk gezegd. We hebben een tent voor moeten inschakelen. Maar het was wel gezellig en daar gaat het uiteindelijk om. Wat is McDaddy? McDaddy is een, wij verkopen dus gebruikte Apple-producten. We doen reparaties van Apple-producten. Inruil is ook mogelijk bij ons. En naast McDaddy zelf dus is het ook belangrijk dat er een community is. Zodat wij ook lokale artiesten die onze producten dus kopen ook een platform kunnen bieden. Welcome to my songs. Yeah. Pass back to my backpack. To my backpack. Still you feeling when I'm feeling kind of backstab. Kind of backstab. Now. Time is of the essence. Ain't that strange? Because deeply inside, we all know that time is man-made, elusive as space that no mind can ever comprehend to contemplate. So I just am. We zijn eigenlijk een soort community. We willen echt iets teruggeven aan de mensen, dat er echt een interactie ontstaat. Dus ook dat wij concerten geven voor de mensen die naar onze winkel komen, dat er echt een gemeenschapsgevoel ontstaat. Waar staan jullie voor? Ja, wij staan enigszins voor eigenzinnigheid. We hebben onze eigen manier van ondernemen, eigen manier om onze klanten te behouden. Ik vind het heel belangrijk om mensen te verbinden aan elkaar. Dus kennen wij een artiest die iets van ons heeft gekocht en is op zoek naar een songwriter, willen wij graag zo'n platform zijn om die elkaar, met elkaar te verbinden. En dat, zo zie je ook maar dat ze dan ook bereidwillig zijn om op zo'n blockparty op te treden. And I don't want you to be judging me, can't you respect that with me, I'm some but the shit. And I don't want you to be judging me, Jesus. Waarom de Blockparty? Het is perfect om dit talent te ontwikkelen van mensen die deel uitmaken van onze community en ook om de community te vergroten.